zou moeten lukken, denk ik. Nou, welkom bij ons cultuurhuis De Kolk, Tulletje Winkel, het centrum van Noord-Holland. Schilderen, schroeven, poetsen, het zijn de laatste loodjes voor de grote opening. Vrijwilligers hebben 2 jaar keihard gewerkt om van de oude school in Lutje Winkel een cultuurhuis te maken. Nummer 32. Het mooie toch wel van dit initiatief is dat je kleine kernen de leefbaarheid zo goed mogelijk weet te bewaren. En nou ja, dat hebben we op deze manier met elkaar gedaan. Ik heb deze ruimte gehuurd en ik ga hier zangles geven. Ja, dus erg leuk. Kom verder. Nou, hier is op dit moment door een gymvereniging al van 1970, allemaal dames hier uit de omgeving, wordt hier ook op de dinsdagavond les gegeven. Ja, en het belang is natuurlijk van het cultuurhuis ook dat de dingen die er zijn en die er wel altijd zijn geweest binnen dat dorp, zoals bijvoorbeeld het gymmen, dat dat bewaard blijft. Nou, zoals je ziet hebben we hier een overkapping gemaakt. Deze overkapping is bedoeld dat jongeren hier ook kunnen zitten aan picknicktafels. Wat natuurlijk heel mooi is, want dan ga je jong en oud aan elkaar verbinden. Studio Lokaal. Nou ja, kom binnen in het Walhalla van de muzikanten. Niks een saai stil dorp. Nee, niks een saai stil dorp. Nou, we zijn niet saai, maar soms wel een beetje stil. Nou, deze keuken willen we laten zien, omdat hier kooklessen gegeven gaan worden. Waardoor mensen door middel van met elkaar koken en met elkaar dingen doen, ook weer die verbinding gaat plaatsvinden. Dit hart van Lutje Winkel kan er voorlopig weer goed tegenaan. De uitnodiging mag nog even in de oven, want het nieuwe cultuurhuis in Lutje Winkel gaat zaterdag pas open. Ik denk dat de datum toch wel een 2 of 3 keer verplaatst is, dat hilariteit van diverse dorpsbewoners. En dit is echt de goede datum. Aanstaande zaterdag 29 september. Vanaf 4 uur open huis.